Welkom bij deel 3 van dit college, het laatste deel. In deel 2 hebben we stilgestaan bij hyperdialect. En we hebben gezien dat er bij dit verschijnsel waarschijnlijk meer aan de hand is dan puur grammaticale variatie. Sprekers uit Noord-Brabant die hyperdialectisme gebruiken, die doen dat waarschijnlijk omdat ze ook echt Brabants willen klinken. Hoe zit het met deze relatie tussen dialect en identiteit? Dat is wat we in dit deel gaan uitzoeken. In dit derde deel van het college gaan we kijken naar de sociale kant van dialect. We hebben al gezien dat dialect niet zomaar uitsterft, maar dat er een nieuw soort dialect voor in de plaats komt. Aan de ene kant lijken typische dialectkenmerken te verdwijnen, wat resulteert in een afgevlakte variëteit, het zogenaamde regiolect. Maar aan de andere kant zien we juist ook dat er sprekers zijn die typische dialectkenmerken overgeneraliseren en daarmee weerstand bieden aan dialectverlies. Dit soort inspanningen moeten bijdragen aan het behoud van dialect. Liefhebbers geven dialect graag door aan de volgende generatie. Maar in de ogen van sommige niet-dialectsprekers heeft dialect misschien helemaal geen functie. We zouden het dan net zo goed kunnen laten uitsterven. Wat zijn de functies van dialect eigenlijk? Traditioneel dialectologisch onderzoek was vooral gericht op dichte, homogene gemeenschappen. Dorpen dus. In die gemeenschappen was weinig sociale mobiliteit. Vooral oudere mannen waren het object van studie, omdat deze zogenaamde norms de voornaamste sprekers van het lokale dialect waren. Je kunt je wel voorstellen dat dit soort onderzoek niet meer van deze tijd is. Door globalisering, toenemende mobiliteit, migratie en ook digitalisering is onze leefomgeving enorm veranderd. Als je tegenwoordig in een dorp woont, wil dat niet zeggen dat je sociale contacten tot dat dorp beperkt zijn. Bovendien is het tegenwoordig heel gemakkelijk om in contact te komen met sprekers van andere talen of dialecten. Dat kan zelfs vanuit huis, via het internet. Dat je tegenwoordig zo gemakkelijk in contact komt met andere talen, maakt het ook gemakkelijker om die talen te leren en ze te gebruiken. Dat is handig om met mensen uit allerlei culturen te communiceren, maar taal is meer dan een communicatiemiddel. Het is ook een middel om sociale betekenis over te dragen. Dit is het onderzoeksgebied van de sociolinguïstiek, dat vanaf 1960 in opkomst is met William Labov als grondlegger. In de vroege jaren van de sociolinguïstiek ging men uit van het idee van gestructureerde heterogeniteit. Dat wil zeggen, taalvariatie is systematisch op basis van sociale differentiatie. Er zou een duidelijke link zijn tussen taalgebruik en sociale variabelen als leeftijd, seksen, klasse, etniciteit enzovoort. Sprekers uit een bepaalde sociale klasse zouden, doordat ze uit die klasse kwamen, als het ware zijn voorbestemd voor een bepaald soort taalgebruik. In de huidige stroming van de sociolinguïstiek is dit verband als het ware omgedraaid. Sprekers zijn niet voorbestemd op grond van hun sociale kenmerken, maar het zijn stylistic agents die zelf op een actieve manier bepalen hoe ze zich positioneren in het sociale landschap. Taal is een belangrijk middel om sociale identiteit te construeren, maar is tegelijkertijd onderdeel van een stylistic practice die meer omvattend is. Denk bijvoorbeeld ook aan kledingstijl en muzieksmaak. Het al dan niet toepassen van geslachtsmarkering kan ook van invloed zijn op de sociaal-culturele identiteit die je als spreker uitdraagt via taal. In het geval van dialect gaat het om regionale identiteit. Geslachtsmarkeringen kunnen functioneren als zogenaamde shibboleths. Dit zijn opvallende talige vormen die herkenbaar zijn voor een bepaald register, in dit geval het Brabantse register. De zachte G is bijvoorbeeld een shibboleth of het woord friet. Spreken met een zachte G of friet zeggen in plaats van patat wordt geassocieerd met taalgebruik van beneden de grote rivieren en daarmee ook met de Brabantse, of natuurlijk de Limburgse, identiteit. Vaak zijn daar ook nog allerlei andere associaties aan verbonden. Denk maar aan het katholieke geloof, aan carnaval of aan gezelligheid. Omdat drievoudige geslachtsmarkering een typisch kenmerk is van het Brabants, kun je door het te gebruiken laten zien dat je je associeert met de regio. Als zo'n kenmerk dreigt te verdwijnen, kunnen sprekers zich hiertegen gaan verzetten. Eerder zagen we dat bij de hyperdialectisme, waarbij sprekers een kenmerk als geslachtsmarkering overgeneraliseren. Je zou kunnen zeggen dat dit een teken is van matige dialectkennis, maar het is ook een uiting van bewustzijn of zelfs trots op de regionale identiteit. Deze sprekers doen moeite om Brabants te klinken, omdat ze zich met Brabant associëren en identificeren.
Zij beschikken over een regionaal repertoire aan taalkennis waaruit ze kunnen putten om een eigen houding, stijl of identiteit te creëren. Dit proces wordt ook wel aangeduid met de term bricolage. We weten inmiddels dat hyperdialectisme taalvormen zijn die als doel hebben een verschil ten opzichte van de standaardtaal te benadrukken. Daarom verwachten we hyperdialectisme vooral aan te treffen in contexten die het benadrukken van zo'n verschil triggeren. Dit zijn contexten waar identiteitsconstructie een belangrijke rol speelt. Een voorbeeld van zo'n context is online culture, dialectgebruik op sociale media. Daarom kijk ik in mijn onderzoek ook naar het gebruik van geslachtsmarkering in bijvoorbeeld vlogs en een Instagram-post. Op sociale media kunnen we veel voorbeelden vinden van hyperdialectisme, omdat sprekers soms hun best doen om zichzelf te profileren als Brabanders. Een voorbeeld van zo'n spreker is stand-up comedian Steven Brunswijk. Tot begin 2018 gebruikte hij de artiestennaam Braboneger in mediaoptredens, om zowel zijn Brabantse als zijn Surinaamse identiteit uit te dragen. In zijn optredens, maar ook in vlogs en tweets, sprak hij een mengeling van Brabants, standaard Nederlands, Surinaams en multi-ethnolect of straattaal. Ook Braboneger maakt gebruik van geslachtsmarkering en hyperdialectisme. Ik ga je geen uitgebreide analyse geven van zijn taalgebruik, maar ik laat jullie wel een fragment horen uit een van zijn vlogs, waarin hij mensen toespreekt die commentaar hebben op zijn Brabantse taalgebruik. Braboneger vindt dat deze mensen hun mond moeten houden, omdat hij in Brabant is opgegroeid en hij het dus normaal vindt dat hij naast Surinaams ook het Brabants dialect beheerst. Dat Braboneger ook geslachtsmarkering gebruikt, bijvoorbeeld een clown en dun Braboneger, laat zien dat dit voor hem een kenmerk is dat bijdraagt aan zijn stijl. Als je meerdere fragmenten van Braboneger gaat beluisteren, blijkt echter dat hij zich ook niet altijd aan de traditionele regels houdt. Dit laat goed zien dat het gebruik van hyperdialectisme ook kan dienen om te laten zien dat de spreker zijn best doet om zijn of haar regionale identiteit te profileren. Oké, ga het heel simpel maken. Meneer of mevrouw Hater, die niks te doen heeft en iedere keer slecht commentaar op mijn filmpjes loopt te leveren, prima. Kritiek is altijd goed, terwijl lekker een discussie starten, maar ze gaan lopen schelden. Maar het grappigste vind ik dat ze altijd lopen te zeggen, ja, je bent een tata, praat normaal. Wat is normaal? Wat is normaal in jullie ogen? Stelletje haters, stelletje imbecielen met weinig hersencellen. Wat is normaal? He? Oh, de Amsterdamse taal die ze daar spreken. Of die Rotterdamse straattaal. Of die Utrechtse, dat is normaal. Dat is normaal. Waar Kives en Van Wakka en weet ik veel, 3-4 talen door elkaar op te spreken. Dat is normaal. De taal van de straat. Nee, niet lullen. Ik kwam hier toen ik 4 jaar oud was. En toch nog steeds spreek ik vloeiend Surinaams. Beter dan al die stinken nepnegers die denken Surinaams te zijn en broek op hun enkel op te dragen en geweurd Surinaams spreken. In Surinaams zeggen wij bijvoorbeeld een mooi gezegde. In Surinaams zeggen wij te no sabi inom taki. Met andere woorden, als je niks weet, moet je bakjes houden. Moet je niks zeggen. Moet je smoel houden. Bikai soso. Waarom? Je bent een clown. Je bent een loser. Dat betekent dat. Dan ga ik terug in Suriname en dan praat jij geen Surinaams, mijn eigen meisje. Ja, en dan ga ik hier in Suriname, in Nederland, een beetje een grote bak lopen hebben. Over een Braboneger dat hij normaal moet praten. Nee, jij bent het zwarte schopje waar verdwaald is. Dat ben jij. Jij moet je smoel houden. En als je het niet leuk vindt, moet je niet kijken. Ook in vlogs van andere sprekers, zoals die van Neerlandicus Wim Daniels en vlogger Joël Maton, wordt geslachtsmarkering gebruikt. We zien dan ook dat sprekers geregeld mannelijke geslachtsmarkering toepassen op indefinite lidwoorden bij vrouwelijke of eenzijdige woorden. Bijvoorbeeld een goede vrouw, een luchtkoe en een kukske. Dit brengt ons bij een nieuwe vraag. Is het gebruik van dialect op sociale media wellicht een wapen om dialectverlies tegen te gaan? Mogelijk wel. Sociale media bieden een nieuwe modaliteit, een nieuw stilistisch genre waarin dialect kan worden gebruikt. Van oorsprong zijn dialecten vooral voorbehouden aan informeel gesproken taalgebruik en minder tot niet aan formeel geschreven taalgebruik. Sociale media zijn ook informeel en niet normatief. Dat wil zeggen dat je er een grote variatie aan taalvormen en spellingvarianten aantreft. Sterker nog, het is juist aantrekkelijk om je via taalgebruik te onderscheiden op sociale media. Op die manier kun je online sociale en dus regionale identiteit vormgeven en uitdragen. Dit biedt nieuwe kansen voor dialecten. Bovendien blijkt uit onderzoek dat online taalgedrag offline taalgebruik reflecteert.
Als jongeren online dialect gebruiken op sociale media, neemt de kans toe dat zij dit ook doen of gaan doen als ze elkaar offline ontmoeten. Dan kunnen we nu terugkeren naar de laatste stelling van dit college, namelijk: dialect heeft geen functie, laat het maar uitsterven. We hebben gezien dat het nieuwe dialect niet meer het traditionele, statische dialect is van de norms, de niet-mobiele oudere mannen op het platteland. Vandaag de dag heeft het lokale dialect plaatsgemaakt voor een reeks dynamische taalvariëteiten waar sprekers flexibel mee om kunnen gaan. Ze kunnen putten uit een regionaal taalrepertoire waar ook hyperdialectisme onderdeel van uitmaken. Dit nieuwe dialect heeft een belangrijke sociale functie. Sprekers gebruiken dialect of bepaalde dialectkenmerken om verbondenheid met de regio en de mensen die er wonen uit te dragen. Op die manier construeren ze hun regionale identiteit. Maar staat dit niet haaks op wat we eerder hebben gehoord, over bijvoorbeeld globalisering, zul je misschien denken? Hebben mensen niet juist behoefte om een transnationale identiteit uit te dragen die de grenzen van de regio en zelfs het land overstijgt? Dat klopt deels, want het interessante is dat er juist in tijden van globalisering ook meer belangstelling voor het lokale ontstaat. Mensen hechten in een wereld die steeds groter en meer divers wordt, juist ook aan de eigen regionale leefomgeving. En met die wetenschap kunnen we een voorzichtige conclusie trekken. De tijd van vitale, lokale dialecten is hoogstwaarschijnlijk verleden tijd, maar er dient zich een opvolger aan, het nieuwe dialect, het dialect van de toekomst. Super bedankt voor het kijken. Heb jij nu nog vragen, dan mag je natuurlijk altijd contact met me opnemen. Ik hoop dat na dit college in ieder geval 3 dingen zijn bijgebleven. 1. Die dialecten die sterven heus niet zomaar uit. 2. Het is heel aannemelijk dat daar een nieuw soort dialect met nieuwe dialectkenmerken voor in de plaats komt. En 3. Dialect heeft zeker een belangrijke functie, al is het alleen maar voor het uitdragen van regionale identiteit.